Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Maker. Ik ben er weer, jullie enige en echte Zelda Player 20. We hebben de eerste level gedaan, hebben we de level van de touwen gedaan en hebben we Olivier's level gedaan. En ik heb jullie gevraagd om levelcodes en jullie waren enorm bezig. Ik heb hier een bladzijde helemaal vol met 1, 2, 3, 4, 6 creators. En sommigen hebben 3 levels ingezonden, wat ik zei ook dat het max was. En sommigen hebben er 2 en sommigen hebben er 1. Dus ik ga gewoon beginnen. We gaan verschillende levels dus zeg maar doen. En op het einde van elke aflevering zal ik 1 van mijn eigen levels doen. Ik heb nou op dit moment 3 levels gemaakt. En zal ik jullie dus zeg maar laten zien welke levels dat ik zelf heb gemaakt. Dus ik ga beginnen met, even kijken, Mr. Tendo. Die heeft mij 3 levels gestuurd, dus ik ga de eerste heel eventjes invoeren. En dan gaan we eens kijken wat voor level dat hij heeft gemaakt. Wil je nou zelf ook een level insturen, dan kan dat natuurlijk in deze video of in de vorige video. Houd wel. Ik zou het trouwens in deze video doen, want de vorige aflevering, dat is dan nog een beetje moeilijk om terug te vinden wat nou de nieuwkomers zijn en wat niet. Dus vandaag. Goed. Ik ga heel eventjes zoeken en ik zie jullie in een seconde. Oké, we zijn hier bij Mr. Tendo's level. Tenminste, ik denk dat het Mr. Tendo's level is. Tenminste, het is de code die we hebben ingevoerd. En hij heet Ondergronds. Hij is door 10 mensen gespeeld, heeft 1 ster gekregen en heeft een succespercentage van 8, zoveel. En zo te zien is dit in de stijl van New Super Mario Bros. Dus dan spelen wij sowieso met de gamepad, omdat ik dan spinjump veel makkelijker vind. Dus laten we maar gaan spelen. Ik ben benieuwd. Ondergronds. Kom op. Oké, het ziet er een beetje uit als een decent normaal level eigenlijk die je in Super Mario of New Super Mario Bros. Wel zou kunnen vinden. Oké, liep een fade jump hier. Gewoon met spin jump, niks aan de hand. En dit soort dingen vertrouw ik nooit. Ja, dan maar zo. Hoppakee. Oh, moet ik daar? Nee, dat kan ook zonder. Oké. Oh, leuk klep neergezet daar. Alleen, dit vind ik jammer. Want dat is een leap of fate die gedaan moet worden. En ik denk dat ik hier gewoon schade moet nemen. Ah, oh, dat is wel jammer dat ik daar schade per se moet nemen. Ah, maakt niet uit. Goed, we hebben nog meer. Oh, maar wacht eens even. Kom eens, die lopen toch gewoon van een cliff af. Oké, nou toch eens. Hallo. Lopen jullie niet gewoon van een cliff af? Doei! Oké, weet je wel, we pakken gewoon die red shell. Oh nee, dat kan niet, hè, want we kunnen geen grote shells meenemen. Ideetje. Oh, nou, dat werkt ook. Ik ben nooit zo'n liefhebber van pipes. Wie weet wat ze erin stoppen in level Mario Makers. Oké, nou, en jump. Oké, ik heb hier een mushroom. En is het weer een leap of fate jump? Nou ja, je moet wel gebruik maken van die spinjump, dat is duidelijk. En ik neem aan dat daar een trampoline in zit verborgen. Maar waarom doe ik eigenlijk zo moeilijk? Hou jij eens even chillen. Wat is hij nou? Ik denk dat we een foutje in je level hebben gevonden, kerel. Oh, wacht natuurlijk. Ik ben echt dom. Take 2. Oké, wat we hier moeten doen is we moeten heel voorzichtig alleen dat blokje breken. En de rest moeten we zeg maar overlaten aan de Koopa Troopa. De reden waarom is, op het moment dat jij een ground pound doet, dan komt de item die in dat vraagtekenblok zit, die komt aan de onderkant eruit. En als er toevallig een blok zit, ja, dan vernietig jij dus zeg maar die trampoline. Dus niet de foutje van de game, foutje van mezelf. Mijn excuses, jongens. Oké, nou. Hier eventjes gelijk die trampoline pakken, hier neerzetten. En level gehaald! Dat was best een makkelijk level. We moeten een beetje over nadenken. Sommige sprongen zijn een beetje leap of fates. Die eerste, ja, dat je damage moet nemen. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een leuk level. Hij is heel erg leuk gemaakt. Dus ik geef jou een ster, jongen. Ik vind hem hartstikke leuk. En ik reageer ook heel eventjes van echt leuk gemaakt. Alleen, ja, toch jammer van die leap of fates. Dus ik zeg alleen leuk gemaakt. We houden het positief. Dus leuk gemaakt.
Het heeft de oorspronkelijke Zelda Player 20 approval. Alsjeblieft, jongen. Dus ja, we gaan gelijk door naar het volgende level. Die komt ook van Mr. Nintendo. Mr. Nintendo die heeft er namelijk 3 voor ons gemaakt. Dus wij gaan gelijk naar leveltje 2. Ik zie jullie in een seconde. En even wachten, want het staat nog niet in beeld. Dat ik hem heb verstuurd. Moet nog even in beeld staan natuurlijk. Oké. Okay. Tada! Alsjeblieft. Nou, we gaan door naar het volgende level. Oké, hier hebben we de tweede gevonden. Dat is Chaotisch Kasteel. Die heeft een succespercentage van 13% zag ik net. En ik zal niet te veel naar de overlay kijken. Zo te zien is dit in klassiek klassieke Mario stijl gedaan. Dus ik pak heel eventjes mijn Wii controller erbij. Omdat ik deze weer fijner vind spelen gewoon met deze controller. Dus ik ben een zeurkous daarin. Maar de reden waarom is die spin gems, daar heb je dan een speciale knop voor, zeg maar, op gewone controls. En volgens mij is dit van Run for Your Life. Oké, nou we gaan gewoon hier. Oké, we krijgen gelijk een vuurbloem, dat is lief. En een. Oh. Wij willen weten, wie is dit? We hebben een Mario Amiibo. Dat is altijd leuk. Oké, we moeten hier de pijp in. Ah nee, waarom doe je dit nou? Oh, geef me die ster. Ik haat waterlevels. Ah ja, we hebben wel gelijk 2 Bowser's kunnen verslaan. Dat is alleen maar gunstig. En ik vind het wel leuk hoe dat geluid is aangepast op het moment dat jij zijn andere karakter speelt. Oh, die is die is heel mooi. Oh, hallo. Nee. We kunnen jou gewoon skippen eigenlijk. Maar laten we jou gewoon... Hoppakee. Zit er trouwens boven nou een secret, omdat we, als we hem verslagen hebben of zo? Er zit een secret, maar is dit nou een secret of is dit nou het einde? Ik neem gewoon de resources die ik heb en ik ga gewoon de bovenste pijp pakken, dus... dan hoeven we het spike gebied niet te doen. Nou, voor safe completion, dan zit er... Oké, dus je moet Bowser verslaan, want anders krijg je een heel erg moeilijk pad. Dat is heel erg mooi gemaakt. Dus, oké, nou, we hebben in ieder geval 2 Bowsers en 1 Bowser Jr. gehad. En daar is de derde. Oh ja, wacht even. Is die... Oh boy. Nee, ik ga niet dood. Je kunt zeg maar, in elk level kun je maar maximaal 3 Bowsers neergooien. Maar als jij een sublevel hebt met de warpipes, dan kun je daar ook nog eens een keer 3 Bowsers in gooien. En zo kun je een creatief level... Kun je dus zeg maar zo maken. En dat heeft dus Mr. Nintendo hier uitstekend gedaan. Ik moet zeggen, dit level was heel erg leuk. Krijgt van mij natuurlijk weer een ster van approval. En ik zal ook weer eventjes een leuke reactie achterlaten. En het bericht is verstuurd. Zeer mooi level, zeker met die blauwe lift. Ik weet niet waarom, maar die bewegende plateaus, die noem ik altijd liften. En dat je daar gewoon een opening had gemaakt, dat die zo een mooie bocht zou maken. Zoals bij sommige Mario spellen ook hebben gedaan. Vond ik echt heel mooi dat dat weer terug te zien was in jouw level. Dus op naar je derde level. Oké, je derde level is Old Airships. Ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Succespercentage 22%, maar dat wil niet echt altijd veel zeggen. Dus, en het is Mario 3 stijl, dus dan gaan wij ook in Mario 3 stijl spelen. Dus, dat lijkt me wel leuk. Goed, ik ben benieuwd. Old Airships. Dit begint niet echt in zo'n airship, maar... Waarschijnlijk zit hij ergens in een warpipe of zo. Tenminste, zo'n idee krijg ik wel. Dit vind ik wel heel erg mooi gemaakt. Dit geeft echt weer een beetje die feeling van Mario 3. Oké. Ik snap niet waarom dat je... volgens mij zou je dan eventueel terug kunnen, maar... Kun je hierin? Oh, je kunt er nog in ook. Een secret! Ik heb gelijk een secret gevonden, daar ben ik blij om. Oh, en dan skippen we een heleboel. Nee, dat doen we niet. We gaan niet een heleboel skippen. Oké, dus we hebben al gelijk een leaf gevonden, waardoor dat we kunnen hoveren. Wat ik wel jammer vind is, de airships in Mario 3 waren eigenlijk altijd om te hoveren. En oh boy. Ik leef nog. Maar hier heb je zeg maar niet tot ze hoveren. En die vlammenwerpers die je er dan zeg maar bij. Ja, ze hoveren wel omdat het is airship stijl. Maar ze hebben zeg maar die vlammenwerpers. Maar het scrolt niet. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Dus. Maar. Oh. Hallo.
interessant. Ah, ik vind het wel mooi hoe dat je... Oh, die sneaky. Ik vind het wel mooi hoe dat je mensen eigenlijk zeg maar wel leidt naar waar dat ze naartoe zouden moeten gaan. Dus, en de muntjes die je gebruikt, dat zorgt een beetje zeg maar voor... ja, een beetje opvulling van het level. Oh, we mogen hier een fork in the road. Weet je waar, wij zien hemmenbroos. We hebben een vuurbloem. Ik ben er niet bang voor. Oké. Oeh, hij is all out gegaan met die vuurbloos. Oké, wij blijven gewoon volgen. En, dat is een leuk ontwerp. Die moet ik onthouden. Oké, nou, ik blijf gewoon boven volgen. Dus sorry als ik hier iets mis, maar ik moet wel kiezen welke kant op ik ga. Dus ik snap wel waarom dat je nou niet hebt gekozen voor een autolevel. En voordat je die ruimtes zo maakt, dan moet je mij eens eventjes vertellen. Want dat ziet er zeker gaaf uit. Ik bedoel, ik heb zelf ook een airship level gedaan en... Oh boy. Bowser, oké. We gaan jou gewoon verslaan, Bowsertje. Oké, dan ga ik hier staan. Oh, hij heeft lampjes, hij springt, ja. Kom op, ik ben een Mario 3 Pro. Oh, we hebben hem al geslagen. Oké, nou, je zou het gewoon kunnen skippen, maar skip is de mainstream, daar hou ik niet van. Dus, ja. Ken ik hierin? Nee. Dit zijn tricky jumps. Oh. Ik denk de hele tijd dat ik daar af zou gaan, omdat... stel je voor dat jullie zeg maar op de oorsprong... Ik heb niks gezegd, ze zijn wel vriendelijk ook, omdat ze daar dus zeg maar zo'n bolletje voor je neerzetten. Maar het is dus haalbaar zonder zo'n bolletje, maar wat ik wel mooi vind is... Ja, als jij dus zeg maar daar een faallevel neer zou zetten, als jij daar een faalsysteem neer zou zetten... Tot hij moet vallen door de grond om hem zo te verslaan. En je springt per ongeluk mis, dat je dan zeg maar een hele pijnlijke dood zou kunnen sterven. Maar ik vond dit ook weer een heel creatief level. Mr. Nintendo, je bent echt een geweldige Nintendo levelmaker. Dus weer een ster of approval en weer een leuke comment. Dus ik schrijf heel eventjes de comment en ik zie jullie zo. Weer een top level. Ja, ik hoop dat jullie net hebben kunnen zien, drukte heel laag net de vroeg weg. Maar goed, ik heb jullie beloofd dat ik jullie dus mijn... Ja, op het einde van de video zou ik dus zeg maar een van mijn levels laten zien. Nou, het leukste is op het moment dat ik dus zeg maar mijn eigen levels laat zien. Ik laat er eentje zien. Ik laat de eerste zien die ik gebouwd heb. En dat is op dit moment Obstacle Course. Dat is de eerste die ik heb gebouwd. En oh mijn god, zie die kruisjes. Hij is door 87 mensen gespeeld. Heeft 18 sterren voor elkaar gekregen. Natuurlijk staan de codes. Wil je het level spelen op het moment dat de level gespeeld wordt, staat dat zeg maar boven in beeld. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. En er zijn 8 reacties opgegeven. Sommigen vonden hem heel moeilijk, sommigen vonden hem heel makkelijk. Hij is een beetje cryptisch. Je moet wel weten, je moet echt onderzoeken om te winnen. En ik zal jullie laten zien hoe dat de creator hem dus zeg maar doet. Dus ik pak heel eventjes mijn oude controller er weer bij, want die hebben we zeker nodig. Nou ja, het maakt niet echt uit wat voor controle je speelt, maar ik vind dit gewoon een stuk fijner. Dus wij gaan naar spelen en dit is Obstacle Course. Mijn eerste zelfgemaakte level. Nou, mijn level die had ik eigenlijk een beetje van... ja, hier. Dit is een verschrikkelijk... Oh. Dit is echt verschrikkelijk moeilijk level, heb ik niet gehaald. Nou, zo moeilijk is hij niet. Zoals je dus zeg maar normaal in Mario kent, wil je dus zeg maar alle power-ups gaan checken. Nou, de middelste die wil je niet raken, want daar zit dus zeg maar een vuurbloem in verborgen. En hier zit een gigantische Koopa, die wil je ook niet raken. Je wil het blokje hiernaast raken voor een mushroom. Op het moment dat je die mushroom hebt, moet je die mushroom vasthouden voor later. Dat blokje hieronder, daar wil je niet naartoe. Dat is een trollblok. Dit zijn allemaal muntjes die proberen jou naar binnen te krijgen. Om dus zeg maar in een Goomba, voornamelijk een Goomba. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, hier heb ik een beetje tricky jumping neergedaan om het een beetje spannend te maken. Leuk Stefan, dit is moeilijk. Dat valt op zeg maar mee. Serieus? Ja, serieus. Als je de mushroom hebt kun je gewoon doorheen. Hè? Niet haalbaar trollevel, je bent de beste YouTuber. Jullie zijn geweldig met jullie reacties. Oké, nou de truc om hier dus doorheen te komen is om een duck jump te doen of om jezelf klein te maken bij die piranha's daar. Nou, de reden waarom dat ik het niet zeg maar daar doe, ik maak gewoon een duck jump, dat vind ik veel leuker. Nou, hier, deze heb ik expres hier neergegooid, want je moet hier klein worden. En ja, dat heb ik expres neergedaan. Nou, hier heb ik het logo gedaan van 30 jaar Mario. En dit is eigenlijk best wel een lastig punt. Dit is echt trial and error, daar ben ik heel eerlijk in. Dit is een doolhof waar een bloem, zeg maar, of een piranha plant de weg blokkeert.
En je moet dus zeg maar de weg zo snel mogelijk vinden naar de uitgang. Nou, er is één route die je dus zeg maar moet volgen. Dat is de tweede omhoog. Hier naar beneden vallen. Hier omhoog vallen. En hier deze plan weghalen. Nou, daarboven er zitten heel erg veel dingen, maar dat is alleen maar om je te killen. Daar wil je echt niet naartoe. Nou, als je naar beneden springt, zorg ervoor dat je ongeveer hier zeg maar eindigt. Want dit is dus zeg maar echt nog een... Dit was Doomy's idee. Daar ben ik wel anime freak. Waar ik soms nog wel eens met Engelse video's mee bezig ben. En hier heb je het level gehaald. Hier zit nog een leven die je kan pakken. En ja, je kunt niet naar de bovenkant van de vlagpol komen. Omdat het is een obstacle course. En ik dacht bij mijn eigen van, ja, gewoon doe het zo. Dus hij is zeker haalbaar. Dus heb je het nou gezien? Dan weet je hoe dat het level kan halen. Ik zou zeggen, vul die code in en probeer hem zelf een keertje te halen. Sowieso bedankt voor de leuke reacties die ik daarop heb gevonden. Mr. Tendo, ook nog eventjes ten slot voor jouw levels. Jouw levels waren enorm creatief. Mijn complimenten daarvoor. En ik ben blij dat ik jouw levels heb mogen spelen en mogen beoordelen. Dus bedankt voor de inzendingen van jouw levels. Voor de rest, ik hoop jullie nog allemaal een fijne dag. Eigenlijk is het nou weekend. En vandaag komt er trouwens ook nog een livestream, Voice Crack daar. We gaan toch nog één keertje de Binding of Mario doen. Omdat, ja, mensen die vinden hem leuk willen toch de beide streams zijn. Aangezien dat ook op YouTube wordt geüpload. Dus de Binding of Mario die komt vanavond. Om 7 uur gaan we weer livestreamen. En tot hoe laat, dat weet ik niet. Ligt eraan hoe gezellig dat het wordt. Dus met dat gezegd te hebben, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie Final Fantasy leuk vonden. En morgen komt nog één keer een Mario Maker. Er komen nog meer Mario Makers. Maar dat is een beetje van, ja... Een tussendoor videootje. Vergeet niet, het is op groen scherm. Ik sta er zo bij. En ja, dan maken we die levels gewoon dus. Ik dank jullie voor het kijken. Morgen is Erik W. aan de beurt. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. Tot dan. Doei!